Hallo iedereen en welkom bij Bax Music. Welkom in onze chat hier bij de Fazly Outlaw series. Je hebt er ongetwijfeld wel wat van gezien op onze socials of zelfs op YouTube van andere modellen. Maar Fazly heeft dus inderdaad een pracht van een nieuwe reeks op de markt gebracht, namelijk de Outlaw series. En Outlaw staat natuurlijk voor een beetje de ruwheid, de Wild West. Dat zie je ook aan het aangepaste decor hier. En natuurlijk deze prachtige instrumenten die hier rondom mij staan. Oei. Voilà, een beetje ruwheid. Anyway, vandaag hebben we het over The Judge. Inderdaad, ook in de Wild West heb je een judge en in dit geval is dat een J-Bass. De J-Bass is een van de meest iconische modellen die er waren en nog steeds zijn. Fantastische instrumenten. En net zoals bij alle andere modellen in de Outlaw series heb je hier ook een basic en een plus. En de meest makkelijke manier, en normaal start ik altijd bij de body, hè, want we gaan in deze video uitleggen wat het verschil is en welke bas misschien wel eentje voor jou is. Je kan het eigenlijk makkelijk zien aan de hals hier. Nogmaals, Outlaw series zet de bar heel hoog. Voor dit soort prijzen had je vroeger niet de materialen die we vandaag gaan bespreken. Dus had je meer afgeleide, samengeperst hout, andere varianten die... Ik ga absoluut niet zeggen dat het slechte gitaren zijn, absoluut niet. Maar we zitten wel in een prijssegment dat meestal niet zo heel kwalitatief materiaal heeft. En het hangt natuurlijk af van het materiaal waaruit het instrument is gemaakt, dus de prijs. En ik zeg het, bij de Outlaw series is het echt super, omdat je zowel in de basic, wat dan de meest voordelige reeks is, maar ook in de plus eigenlijk allemaal top elementen hebt. Bij de basic heb je de hals, hier is een maple hals. Eigenlijk standaard bij miljoenen gitaren, dus echte maple met een satin finish. En de voorzijde is echt rosewood, dus niet gewoon een afgeleide of een variant wat je meestal ziet, maar dit is dus echt wel een rosewood toets. Nu bij de plus versie die je hier kan zien, zie je onmiddellijk dat de hals en de toets gemaakt zijn van roasted maple. En roasted maple is gewoon super populair tegenwoordig, dus dat is eigenlijk net hetzelfde als deze maple. Maar zoals de naam het eigenlijk zegt, roasted, dus geroosterd, is iets donkerder van kleur. En het is gewoon super populair tegenwoordig. Het is ook heel mooi natuurlijk. Voor de rest is de hals eigenlijk identiek, zowel in de basic en de plus. Dus we hebben uiteindelijk een 34 inch basgitaar en we hebben 20 medium jumbo frets. Eigenlijk gewoon medium, hè. En een C-profiel. Dan gaan we naar de body, want in de body zit ook nog een verschil. Bij de basic heb je een alder body, wordt ook heel vaak gebruikt. En bij de plus heb je een ash body. En je ziet het verschil eigenlijk vooral in deze Outlaw reeks zie je het heel goed, omdat het natuurlijk geen hout is waar bovenop een dikke laag verf komt en dan nog een polylak, dus zodanig dat je eigenlijk niks meer van het hout ziet. Nee, in de Outlaw reeks is het natuurlijk de bedoeling wel dat je de structuur van het hout ziet en dan zie je eigenlijk het verschil wat ash en alder eigenlijk met elkaar niet gemeen hebben. Dus er is een iets hevigere houtstructuur te zien hier bij de plus versie dan bijvoorbeeld hier bij de basic. Bij de basic moet ik zeggen dat alder ook een beetje lichter is dan ash. Dus de basic daar gaat het lichtste zijn van gewicht. De ash gaat iets zwaarder zijn. Dat heeft enkel en alleen te maken met het hout waaruit de body is gemaakt.
En verder heb je eigenlijk de typische opzet van een G-Bass. Dus ook deze Judge heeft twee single coils. Een four saddle standard bridge. Dus gewoon heel makkelijk achteraan hier te besnaren. Vintage tuners zijn eigenlijk net identiek hetzelfde. En natuurlijk twee volumeknoppen. Zijn een volumeknop voor de single coil in de middle position. Of meer naar de neck positie. Een volumeknop voor de single coil in de bridge positie. Dus je kan eigenlijk ofwel bijvoorbeeld de pickup in de middle of the neck positie volledig openzetten. Of je kan volledig de bridge openzetten. Of je kan natuurlijk gaan beginnen mengen. Hè, zijnde volledig de neck, een beetje bridge of allebei middle en dan de tone. Dus je kan echt uit zo'n judge bass of G-bass kan je eigenlijk echt perfect jouw sound vinden. We gaan straks heel even de sounds overlopen, heel clean. Maar dat is dan ook rechtstreeks in de audio interface. Dus daar zit geen effect op, daar zit geen versterker tussen, daar zit geen compressor, niks. Dus gebruik zeker jouw hoofdtelefoon en dan hoor je eigenlijk exact wat hier uitkomt. Nogmaals, het komt via YouTube, dus wordt een beetje gecompressed door YouTube zelf. En je moet natuurlijk ook zien met wat jij thuis gaat spelen. Maar elementen zijn van zeer goede kwaliteit en zijn eigenlijk hetzelfde zowel bij de Basic als bij de Plus. En nu ga ik even kijken, want wat is er nog te zeggen? Net zoals bij de andere modellen in de Outlaw series komen deze Judge Basses of G-Basses ook in vier kleuren. Ik heb er momenteel maar twee. Maar je ziet natuurlijk hier het groen, hier het blauw. Dan hebben we zwart, maar dat kan ik hier eventueel op een sheriff laten zien. En we hebben natuurlijk ook nog rood. En dan zie ik hier de P-Bass of the Peacemaker, waar een andere video aan gewijd is. Dus, maar in ieder geval, het zijn en blijven de vier vaste kleuren van de Outlaw series. Dus je hebt altijd zwart, blauw, groen en rood. En enkel bij de sheriff, dat is deze ST-stijl gitaar, is er nog bruin. Dat is het enige. Maar dus zowel voor de Basic als de Plus deze vier kleuren. Het enige verschil wat er nog is, is op deze Plus-reeks liggen Daddario-snaren. En op deze Basic zijn gewoon standaard-snaren. Nu, ik heb ze zelf getest. Niks mis mee. Je kan daar perfect mee starten. Je gaat daar ook heel lang mee doen. Het gevoel van een Daddario-snaar is wel, ja, een beetje anders. Maar ik denk als beginner zou je dat waarschijnlijk niet merken. Je gaat natuurlijk met de Daddario-snaren ga je langer een goede kwaliteit hebben. Maar natuurlijk hangt ook af. Iemand die al heel lang bas speelt zal waarschijnlijk zelfs een setje snaren op deze Basic leggen. En iemand die starter is zal waarschijnlijk het verschil in het begin toch niet merken. En dan maakt eigenlijk ook niet uit. Het is toch meer die techniek eerst onder handen nemen. De snaren die erop liggen zijn zeer goed. En ze komen ook met een bijgeleverde kickback. En zo, beste kijkers, kom ik terug waarvan ik gestart ben. En dat is dat Fesley met deze volledige Outlaw-reeks en zeker ook deze Judge J-Bass-gitaren een bepaalde standaard heeft gezet van kwaliteit, materiaal, look, sound, feel, materialen, kickback, all-in-one en dat voor ongeziene prijzen. Dus als je echt wil leren bassen of je hebt nog geen basgitaar in jouw arsenaal, dit is eigenlijk top, top, top. Even de sounds en dan starten we met de middle of the neck pickup.
Voilà, beste kijkers, dit was de Judge, de G-Bass van Fazli Outlaws series. Het is een hele mond vol, maar het is een prachtige nieuwe reeks waar dus ook twee soorten basgitaren bij zijn. Dit is de video over de Judge, dus de G-Bass met twee single coils. En je hebt zowel de Basic als de Plus versie. Geen van beiden is echt veel minder van kwaliteit. Het is gewoon een ander soort van zeer goede materiaal. Dus je scoort eigenlijk altijd. Of je nu graag de Basic ziet of de Plus. Hè. Als je niet zo van dat roasted maple houdt of zo. Of je hebt liever echt een zeer, zeer lichte basgitaar. Dan ga je best voor de Basic. Maar heb je wel iets van, de structuur van dit hout is natuurlijk iets meer uitgesproken, wat ik persoonlijk wel heel mooi vind. En roasted maple, ja, ik ben eigenlijk altijd fan geweest van roasted maple. Dan kies je misschien voor de Plus en bekijk zeker de link in de omschrijving, want zo heel veel scheelt de prijs absoluut niet. Dus er is een outlaw voor ieder van ons, of er zit eigenlijk ook wel een outlaw in ieder van ons. Hoe meer poëtisch kan je zijn hier bij Bax Music? Voilà, ik hoop dat ik je toch enigszins heb geholpen om misschien de ideale basgitaar te vinden. Wil je meer info, check zeker de link in de omschrijving. Dan kom je natuurlijk op onze website terecht, waar je heel wat foto's en kenmerken kan zien. En ze natuurlijk ook onmiddellijk kan bestellen. Vond je dit een heel fijne video? Een like wordt enorm geapprecieerd. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal, doe het dan zeker. En dan zie je heel wat andere video's van zowel deze series, als andere instrumenten voorbij komen. En dan zie ik jou heel graag of heel snel terug hier bij Bax Music. Dank voor het kijken en tot heel binnenkort. Bye bye.